Ik heb 20 jaar bij de UvA gewerkt als communicatieadviseur en redacteur. En sinds een jaar werk ik voor mezelf. En nu ben ik docent creatief schrijven bij CREA en schrijf ik nog steeds kinderboeken. Ik heb de opleiding gedaan tot docent creatief schrijven bij Dactylus, Academie voor Schrijfdocenten. En aan het eind van die opleiding was je dus gecertificeerd schrijfdocent. Ik dacht, als ik ooit weg zou willen bij de UvA, dan wil ik natuurlijk gewoon blijven schrijven. Maar het zou ook heel goed zijn als je er nog iets naast kan hebben, dat je het kan combineren met een lespraktijk. En ik dacht, maar ja, ik moet het gewoon gaan doen. Dit was mijn debuut, ja, de Bijna 11. En die is in 2009 uitgekomen. En daar won ik een prijs mee. En dit is mijn laatste boek, wat kwam in september 2015 uit. Het is ontzettend leuk. Het is heel erg leuk om mensen te inspireren en mensen die naar jou luisteren. Maar ook om de groep samen te binden. Om te zorgen dat iedereen zich prettig voelt en veilig. En dat heb ik ook allemaal tijdens de opleiding geleerd. Ja, dat die mensen gewoon ook een leuke avond hebben. Ja, je groeit op een gegeven moment ergens naartoe. En dan op een gegeven moment denk je van, nou ja, nu moet ik gewoon die kans pakken. En dus zo is het gegaan.